2016 was natuurlijk op het internationale vlak, maar ook hier bij ons dicht niet zo schitterend. Integendeel, het was een bewogen jaar met heel wat aanslagen, oorlogen, schendingen van de mensenrechten overal. Dat is eigenlijk een heel spijtig aangelegenheid. En als we dan ook nog kijken naar de uitslag van de verkiezingen in de Verenigde Staten, het feit dat Groot-Brittannië met zijn Brexit uit de Europese gemeenschap wil stappen, dan denk ik niet dat ik op een positieve manier over 2016 in zijn totaliteit kan spreken. De aandachtspunten voor 2017 voor mijzelf zijn eigenlijk het uitrollen van het project Integrale Kwaliteitszorg, waar het personeel toch al een hele tijd zat naar uit te kijken. Dat is één aspect. Het tweede is, het zal het eerste volle werkingsjaar zijn voor onze nieuwe algemeen directeur, Anne-France Ketelaar. En voor haar zal het vooral een kwestie zijn om te zorgen dat de vrijzinnig humanistische gemeenschap terug een eenheid wordt. Dat we met één stem kunnen spreken. Dat onze neuzen allemaal in dezelfde richting staan. Heel belangrijk. In 2017 wensen wij vooral aandacht te besteden aan het thema armoede. Zo ondersteunen wij de VZW, vergeet de kinderen niet, op een zeer actieve wijze trouwens. Een aantal personeelsleden van de organisatie nemen daar actief aan deel. Het is een organisatie die vooral oog heeft voor dakloze kinderen en die met hun activiteiten voor hen een beetje verlichting in deze gemeenschap wil brengen. Waar we ook natuurlijk belangstelling voor hebben en hard op willen werken, dat is abortus uit het strafwetboek halen. En euthanasie een recht voor iedereen maken. Uiteraard het zorgen dat de universele verklaring van de rechten van de mens voor iedereen aanwezig is en ook kan afgedwongen worden. Niet alleen met een verklaring, maar ook in soorten van wetgeving. En de interlevensbeschouwelijke dialoog? Staat die ook nog verder op het programma? Wordt daar nog verder mee gewerkt? Uiteraard hebben wij ook voor de interlevensbeschouwelijke dialoog willen wij mee het voortouw nemen om in samenspraak met de Vlaamse regering en ook de federale regering de nodige thema's op tafel te leggen, zodoende dat met respect voor ieders waarden ook onze waarden op een prominente manier kunnen gerealiseerd worden.